Goedemorgen iedereen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben momenteel onderweg naar Schiedam, want daar is een hele bijzondere première van een documentaire van Bassie en Adriaan. En het leuke is dat Adriaan zelf ook aanwezig is, dus ja, dat is wel hartstikke leuk om gewoon even weer mee te maken. En als het goed is, is er ook een speciale gast bij. Ik heb namelijk gezien in filmpjes dat B100 meedoet, dus ik ben benieuwd, we gaan het zien. Even een stukje rijden en dan zie ik je zo weer. Zo, ik ben aangekomen. Ja, niet in gewicht. En ik heb in ieder geval een tas gekregen van Pathé. Ik heb namelijk 500 bioscoopfilms gezien in de afgelopen 13 jaar. Dus dat is behoorlijk wat. Ik moet nu even gaan zoeken hoe ik bij Pathé kom, want ik sta nu in de parkeergarage. En ik heb geen idee waar het is. Althans, ik kom hier niet zo vaak. Ik ga meestal naar Rotterdam de Kuip in plaats van Schiedam. Ik denk dat ik daar moest zijn. Er staat welkom bij Pathé. Altijd goed. Ja, daar zijn we dan. En ik ga eerst naar een andere film toe. Wish van Disney. Een nieuwe prinsessenfilm. Zin in. Ik heb nog niks gedaan. Zo, dames en heren, leuk jullie allemaal te zien. Ik zie hier en daar bekend gezicht. Sommige hele bekende gezichten. Maar voor de zekerheid doe ik het toch even voor de mensen die me niet kennen. Mijn naam is Aad Vertoor. Ik ben 59 jaar. Uit wat te praten. Ik ben 59 jaar, ook bekend onder de naam Adriaan. En die naam die was nu verbonden aan Bassie. En ik begin gelijk met een vervelende mededeling. Bassie is er helaas niet. En dat is ook voor mij moeilijk, want al die jaren, jullie zien het straks in de documentaire, heb ik samengewerkt met Bas. Duizenden voorstellingen als acrobaat. En misschien wel 10.000 voorstellingen als Bassie en Adriaan. En dan sta ik hier nu op je alleen. En dat valt niet mee. Mijn voorstelling begon ik dan met een openingspraatje. En zei ik, dames en heren, jongens en meisjes, ontvangt hem met een geweldig applaus. De man met rode haren, rode neus en een rode jas, Bassie. En dan kwam er een gigantische applaus. En dan kwam Bas binnen. En dat maakte nu niet mee. Maar ik wil toch proberen op een andere manier Bas deelgenoot te maken van deze voorstelling. Peter. Kom even hier. Wacht even. We gaan het even anders doen. Met telefoon. Hij staat op video. Ga je hier staan? We gaan even een speciale aankondiging maken. Voor Bas. Gaan we? Stilte, opname, actie. Hi broertje. Hier sta ik dan, in de Pathé-bioscoop in Schiedam. Voor de vijfde vertoning van het documentaire Een Schat aan Herinneringen. Onze herinneringen. En nu sta ik hier in mijn uppie. Ik sta in mijn uppie voor een zaal, zoals we gewend zijn, die uitverkocht is. Ik zal je laten zien hoe dat eruit ziet. Zo. En dan zie je ze allemaal zitten. Die gaan allemaal kijken naar onze documentaire. En dan ga ik iets doen wat ik vroeger ook deed. Alleen de tekst is ietsje anders. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik vraag nu een applaus voor de man. Hij heeft geen rode haren meer. Geen rode jas. En geen rode neus. Maar geef hem een fantastische applaus. Bas van Toor! Dank je, Peter. Fantastisch. Geweldig. En dan ga ik nu nog iets voorlezen. Dankjewel. Wat Bas me vandaag geschreven heeft. Met de mededeling om dat tegen jullie te zeggen. Zonder beeld? Ja, ik zie het.
Bijna. Ja, toch. Beste fans. Jullie gaan een documentaire zien over Bas en Aad Vandoorn. Alias de Korsons, Bassie en Adriaan. Ik ben er niet bij, maar ik wil jullie wel bedanken voor al jullie waardering en applaus. Ik wens jullie heel veel plezier en misschien tot ziens. Plezier met een schat vol herinneringen. Tot ziens. Ja, ik vond het fantastisch. Het is een heel mooi emotioneel einde ook. Dat was prachtig. Zie je het boek? Leuk hoor. Ja, leuk toch? Mooi boek hè? Zeker. Ja. Zeker. Je hebt hem in één ruk uitgelezen. In één ruk uitgelezen. Ja, was heel interessant. Ja. En nou een mooie handtekening. Laat zien, want ik ben wel even benieuwd natuurlijk. Even zoeken. Ja, weet je wel. Kijk eens even. Nou, ja, nooit meer weg doen. Ja, vet hè? Okay. Ja, met de jeugd op de foto helemaal. Ah nee, superleuk. Echt heel leuk. Mag ik even een foto? Ja, maar goed. Leuk, Jeff. Ja, 3, 2, 1. Yes. Super. Dankjewel. Kijk eens, ik heb een mooie handtekening op een nieuwe poster. Nou, dat is toch super. Ja, dat was ongelooflijk mooi. Hele mooie documentaire. Het mocht voor mij nog een uur langer duren. Ja, zeker. Ja, toch? Zeker. Ja, heel veel details werden gegeven. Ook details weggelaten die wat minder relevant waren. Maar het was echt wel heel vrolijk en op het einde werd het wel even emotioneler, vond ik. Ja, het was echt een soort van lofzang naar de hele Bassie Adriaan. Ja, een soort rollercoaster. Op een gegeven moment die daling, maar dan positief. En dan nog even, ja, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, hè? Ja, zeker. En nog de ontmoeting met Aad. Was ook echt fantastisch. Ja, ja, zeker. Ik heb jullie nog nooit zo goed zien glunderen, geloof ik. Goeie docu. Wordt niet betaald hiervoor. Ik wel. Nou, Mike, wat voel je er nou van, jongen? Ja, ik wist echt niet wat ik moest verwachten, maar ik vond het verrassend goed en echt vooral het einde ook. Ik moest echt mijn tranen binnenhouden. Ja, dat is ook. Echt heel mooi. En ga je hem nog een tweede keer kijken als hij op DVD uitkomt? Ja, maar niet nu al, maar dus over 2 jaar zou ik hem echt nog wel een keer willen zien. Ja, zeker. Dat was echt goed. Ja, tof, joh. Thank you.